Alright, welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de Iron Eyes podcast. Zoals jullie al weten, ik ben Johannes de Munk, zaakvoerder van Iron Eyes. En naast mij zit... Mario, de videograaf van Iron Eyes. En alles goed, Mario? We hebben net een stevige sessie achter de rug, hè? Ja, man. Ben heeft ons weer goed afgemat. Even moeten bekomen met een koud douche. Maar nu, ik ben er terug door aan het komen. Ik denk, ik was dicht bij spouwen. Ja, je ging bekend doen voor dat daar gebaten kwam. Ja, man. Absoluut. Goed, Jonas. De topics van vandaag, want we hebben weer wat interessante onderwerpjes, hè? Yes. Wat we eigenlijk veel zien passeren, en wat dat precies wel speelt bij de jeugd, hè, is het concept van nofap. Lijkt. En daar lijken ze wel interesse in te hebben. Dus we gaan eerst even toelichten. Hè. Nofap, wat is dat juist? Werkt dat wel? Heeft dat voordelen? Dat zijn nu bevindingen. We zullen eerst misschien beginnen. Wat wordt er verstaan door nofap? Dat kun je eigenlijk heel ruim in gaan. Ik zal mijn visie daarover delen. Dus ten eerste dat je elke dag voor wat pixels gaat liggen aftrekken. Mm-hmm. Dat je geen geld gaat verspillen aan OnlyFans mm-hmm. modellen. En mm-hmm. om daarop eigenlijk op te kicken. Okay. En dan nog de uitleg dat jij nog gaat bieden over wat dat je hebt gelezen en je bevindingen, hoe dat je die energie... Ja. Maar dat ga ik aan u overlaten, ja. Natuurlijk. Dus inderdaad, ik denk dat we kunnen concluderen. Ik heb ook zelf even het internet gebrowst en wat pagina's afgezocht. En ik denk dat nofap een heel ruim begrip is geworden ondertussen. Vooral porno vermijden, niet alle dagen aftrekken. Dus we gaan er eens even dieper op ingaan en eens kijken wat ik hiervan denk. Dus voor mij de definitie van nofap is eigenlijk het uitstellen van je sexual release, hè, en dus aftrekken. Waarom zou je dat willen doen? Omdat je ervan uitgaat dat eigenlijk, zeker voor mannen, er gigantische kracht zit achter je seksuele energie. Mag ik even beter zetten? Voilà. Nofap, het uitstellen van je sexual release, om je seksuele kracht eigenlijk te gaan gebruiken voor andere dingen. Want jongens, daar ben ik het al zeker vast wel mee eens. Er zit wel degelijk kracht in het seksueel verlangen van de man. Om een voorbeeld aan te halen. Ik kan eigenlijk, als je dit onderwerp interessant vindt, zijn er eigenlijk twee boeken die daarover een heel chapter wijden. Eén daarvan heb ik al eens aangeraden aan jullie. Hard Times Create Strong Men. En een ander, een heel oude boek. Misschien wel zelfs het eerste personal development boek ooit geschreven. Door Napoleon Hill. Ja, dat is van de beginjaren 1900, ik denk iets van de 1930 of zoiets, is dat geschreven. Dus dat dateert al een tijdje. En daarin werd eigenlijk voor de eerste keer al over die ideeën van nofap geschreven. Ik noemde natuurlijk niet nofap, het noemde iets anders, maar de ideeën zijn eigenlijk hetzelfde. Dus het main idee is, er zit kracht in onze seksuele energie en het is niet bevorderlijk voor ons om je alle dagen of sommige zelfs meerdere keren per dag te gaan aftrekken en porno te kijken. Dat staat eigenlijk nog los van elkaar. Je gaat porno kijken op zich en aftrekken. Anyway, beide god u of kan u benadelen als jonge gast of man in uw vooruitgang in het leven. Ah, wel, ik zie al direct een paar reacties dat we even uit de weg zullen werken. Hè, van, ja, maar Jonas, in 1930 hadden we geen pixels. Toen stonden er geen tieten en konten op een scherm voor onze neus. Ja. Toen gingen we nog in straat en kostte het ook veel meer. Maar het gaat dus inderdaad gewoon over het feit van uw eigen aftrekken, uw eigen zelf bevredigen, hè, uw eigen... op dagelijkse basis, in sommige extreme gevallen zelfs meerdere keren per dag toegeven om dat innerlijke verlangen om een wagen af te trekken en klaar te komen. En daar moet je heel vanaf. Ja, en we gaan dat toelichten waarom dat in mijn ogen zeker waarheid raakt. Het lastige is, er is eigenlijk geen sluitend of empirisch wetenschappelijk bewijs over, want dat gaat hier niet over harde data. Hè? Dus dat is heel moeilijk wetenschappelijk te bewijzen. Er is een stukje eigen bevindingen. Maar dus, zoals ik er juist zei, wordt daar ook voor een heel hoofdstuk aangehaald in dat eerste personal development boek ooit geschreven door Napoleon Hill. En daar kom ik later even op terug. Het eerste waar ik eens wil dat je over nadenkt is, waarom is porno toegestaan in een bak? Ja? Porno, in de meeste gevangenissen, is free accessible. Wat is de logische redenatie, de rechter denkt dan? Misschien dat dat relaxerend werkt voor die criminelen achter de bar. Relaxerend is zelfs denk ik nog een braaf woord. Hè. Gewoon, als je de mannen de optie geeft voor dagelijks naar porno te kijken, en
Dus je gedoogt porno en je laat die mannen dat toe. Ze laten dat toe omdat bewezen is dat die mannen rustiger blijven. Dat worden makke lammetjes. Dat is de reden waarom dat porno wordt toegelaten in de bak. Want ja, je wilt ook niet een boel mannen in een kot steken die dat, ja, geen, die dat, voilà, die dat zich alleen maar liggen opfokken en doen zonder dat die een release kunnen hebben. Dus dat is al een eerste belletje dat zou moeten gaan rinkelen van oké, misschien maakt mij dat wel tammer dan dat goed is voor mij. Dus voilà, dat is al een eerste concept waar je eigenlijk eens over moet nadenken. Dan gaan we verder naar dus dat boek waar ik zei, want ik vind dat eigenlijk een hele goede uitleg erover. Deze boek, je moet ook eerst ten eerste weten, dus het is al van een lange tijd geleden geschreven. In deze boek, geschreven door Napoleon Hill, is eigenlijk een samenvatting van interviews met de op die moment 500 rijkste, meest succesvolle mensen. Dus Napoleon Hill heeft een interview gedaan met 500 van de meest succesvolle en rijkste mensen van zijn tijd. En zijn bevindingen heeft hij samengevat in een boek. En het zijn 15 of 16 lessen, denk ik. 15. En één van die 15 lessen van de 500 rijkste, meest succesvolle mensen van de wereld is... Dus het... Wacht, hoe noemt hij het? Want ja, ik zeg het, hij noemt het niet NoFaper natuurlijk. Hij noemt het... wacht, sorry mannen, ik moet even het hoofdstuk zoeken. The Mystery of Sex Transmutation. Dus hij noemt het The Transmutation of Sexual Energy. En hij concludeert ook, of hij begint liever, zal ik zeggen, met te zeggen: Sex desire is the most powerful of human desires. When driven by desire, men develop keenness of imagination, courage, willpower, persistence and creative ability unknown to them at other times. Dus hij zegt, als we die seksuele energie kunnen sparen en omzetten naar productiever zijn, dan gaat ons dat rassen schreden vooruit brengen. En ergens, als je daarover nadenkt, hè, of je moet het zelf maar eens proberen, ik merk dat bij mijn eigen best wel hard. Hè. Dus ik ben me nu ondertussen al een tijdje bewust van dat concept en ik ben dat zelf gaan testen. En ik probeer het uit te stellen. En het is effectief zo. Ik heb minder behoefte aan slaap. Ik heb minder behoefte aan la in de zetel liggen. Ik zal het zelfs zo zeggen. Na 4 dagen, ik ben eigenlijk gewoon onrustig. Dus ik heb zelfs geen goesting om chill een serie te checken. Dan wil ik op mijn zaak werken. Ik wil bouwen. Ik wil vooruit. Ik wil gewoon trainen. Ik wil dingen gewoon doen. Dus mijn persoonlijke ervaring is al dat daar echt wel waarheid in zit. Dus er zit kracht in onze seksuele energie. En als je daar verder over nadenkt, is het eigenlijk ook logisch. Want als man is ons primaire doel nog altijd wat? Voortplanting. Voortplanting, inderdaad. In ons brein, diep in ons brein, is nog altijd geschreven, de belangrijkste taak die wij moeten vervullen is ons voortplanten. Om ons voort te planten, wat hebben wij nodig? Een vrouw. En mogen wij zomaar een vrouw binnenkomen in een... Player versus player, motherfuckers. Voilà, dus die vrouw, die moet u kiezen. Belangrijke nota. Opdat die vrouw je kiest, waar moet je haar verzorgen? Gaat u je zomaar kiezen over status, een andere gast? Status bijvoorbeeld. Dus status is een belangrijke. Je eigen verzorgen. Zien dat je weer shit bij elkaar hebt. Dat zijn de dingen waarop dat vrouwen gaan selecteren, hun partner. Dus diep in ons brein staat geschreven, wij moeten ons voortplanten. Ik moet een vrouw kunnen krijgen. En om die vrouw te kunnen krijgen, moet ik iets maken van mijn leven en van mijzelf. En dat is dus een superkrachtige drijfveer voor mannen om vooruit te geraken. Om naar die gym te gaan. Om je eigen lijf te verzorgen. Om een zaak uit te bouwen. Om carrière te maken. Omdat je onbewust altijd die vrouw wilt kunnen scoren. Je wilt een goede match worden voor die vrouw. En je kent dat gevoel wel als je juist bent klaargekomen... Bij mij is dat toch al wens. Ik spreek het uit eigen ervaring. Dan is het echt gewoon tam. Maar een dag is gedaan. Snap je? Ik kon mij niet aftrekken of juist even goed van bul gaan en dan naar de gym gaan. Dat gaat echt niet. Als ik juist ben klaargekomen, laat mij niet een zware MMA-training gaan doen of zware gymsessie. Ik ben een vod. Dat is ook echt gewoon omdat die energie die is eruit. En je hebt op dat moment even alles wat je nodig hebt. Snap je? Je hebt je schot geschoten, om het zo te zeggen.
En je zit even leeg. Die drive, die is weg. Dat is echt een van mijn... Allee, dat is echt een persoonlijke ondervinding, maar ik ben ervan overtuigd dat veel mannen hetzelfde ervaren. En dus, dat is een quote dat ik online heb gevonden en die vond ik eigenlijk heel goed. Guys will jerk off 3 times a day and wonder why they have no motivation to get to the gym, build a business and go to find the real woman. Ja, inderdaad. Jezus. Dus daar kan ik heel hard... Met die gedachten zit ik heel hard op dezelfde lijn, gasten. Dus, voilà. Ik weet niet of we er nog iets over moeten zeggen. Doe het zeker geen 3 keer per dag. Doe het zeker geen 3 keer per dag. Hey, een andere goede quote vond ik ook deze. Ejaculation makes you weak, staying horny makes you powerful. Dus dat, zoals ik zeg, ik sla het er inderdaad mee aan. Maar misschien ook wel op grenzen. Want ik begin ook wel te voelen, als het zo langer als een week begint te duren voor mij, dan worden ze zowel een oncontroleerbare hond. Ja, dan worden ze zot. Voilà, ja. Dan worden misschien ook te zot. Dus er is misschien ook wel een sweet spot. Hey, misschien dat ze 2 weken zonder sexual release gaan, dat misschien ook een goed idee is. Maar dan gaan ze misschien bomen liggen verkrijgen. Ik ging juist zeggen, dat wordt zo'n weirdo dat je een of ander object gaat pakken langs de. Dus dat is misschien ook niet goed. Maar dagelijks klaarkomen is zeker en best ook niet goed. Omdat dat die primaire drijfveer eigenlijk wegneemt. Ja. Hey, ik denk echt dat een heel krachtige energiebron is dat wij als man hebben. Dat is een geschenk geweest. Maar ja, we moeten om die verleiding, om dat dagelijks te doen, weerstaan. En dan is het natuurlijk de truc om mentaal sterk genoeg te zijn, dat verlangen te beheersen, en dan die onrustigheid dat je gaat voelen, om die om te zetten door productieve dingen. Ja. Dat gaat de moeilijkheid zijn in being. Maar ik zeg het, het is echt het proberen waard, gasten. En nu wil ik hier even ineens verder gaan op het tweede aspect, porno. Want dat is eigenlijk in mijn ogen nog desastreuzer. Het kijken van porno. Omdat we, zoals we er juist gezegd hebben, hè, de primaire drive die wij als mannen hebben om iets te maken van onszelf, is om een andere... Om dus eigenlijk gewild te worden door een andere vrouw. Wij moeten een goede match worden voor een andere vrouw. Dat is ons primaire doel. Of de primaire drijfveer die wij hebben. Maar eigenlijk, wat je doet met porno te kijken, je short-circuit dat denkpatroon. Je doet daar een bypass op. Ja, het is geen beloning meer, want je moet er niks voor doen. Voilà. Wat je eigenlijk met veel porno te kijken vertelde tegen je brein, ja, met een paar maasklikken heb ik 10.000 vrouwen. Ja. Heb ik alle vrouwen dat ik maar wil. En zelfs dan nog, jongens. Zelfs dan nog zijn er van die gekken dat abonnementen nemen voor mijn fucking fetishes. Jullie betalen €50 voor een vrouw en dan zeggen jullie dat jullie naar de gym kunnen gaan, omdat de deur is. Mannen. Ja, dat is inderdaad eigenlijk schandalig. Dan is het echt far. Dan moeten we een fucking rehab, man. Maar dus, anyway. Door porno te kijken vertelde uw brein, ja, met een paar maatschappijen heb ik 10.000 vrouwen. Dan zeg je tegen je onderbewustzijn, ja, waarom de fuck moet ik aan mijzelf werken? Ik heb toch al alle vrouwen die ik nodig heb. Dus porno kijken, hè. Want je hoort veel van die treut van, ja, porno kijken, dat is slecht voor je relaties. Allee, pas op, treut. Ik geloof ergens ook wel dat als je te veel porno kijkt, dat je seksuele relaties, dat die minder voldoening kan geven. Dus ik denk dat je daar ook wel veel mee verpest. Dat is communicatie. Dat is volgens mij niet het hoofdgevaar van porno. Het hoofdgevaar van porno kijken voor mannen is dat je brein wijs maakt. Met een paar maasklikken heb ik fucking 10.000 vrouwen. Waarom... In godsnaam zou ik aan mijzelf moeten werken. Waarom zou ik in shape moeten geraken? Ja. Waarom zou ik een interesting cash moeten worden? Waarom zou ik een zaak bouwen? Waarom zou ik carrière maken? Voor wie? Met ik heb al 10.000 vrouwen. En onbewust ga je die mindset, die beloning doortrekken naar andere zaken. Dat je denkt van, Het is inderdaad een hele foute mindset dat je in het algemeen creëert. Het beloningssysteem... Normaal gezien moet je hard werk verrichten, dus bijvoorbeeld, je moet een wagen werken, je moet die vrouw versieren, en dan krijg je de beloning van seks. Maar ook met porno leer je ook weer om heel dat reward systeem van hard werken te ondermijnen. Te ondermijnen. Dat heeft desastreuze gevolgen. Je ziet dat nu gewoon bij onze jeugd. Onze jeugd is fucking laag, fucking onambitieus. En ja, waarom zouden ze ook? Ze hebben al die 10.000 vrouwen in hun zak. Dat is wat je brein wijs maakt. En dat vind ik dus echt... een supergroot
gevaar om porno ik kijk eigenlijk al een redelijk lange tijd geen porno niet meer. Omdat ik gewoon ook een hete vriendin heb, dus ja, dat snap je. Maar sinds dan zeker nice. Echt zoiets in mijn brein gezet van, ja, dude, dat is echt, je fuckt gewoon met je eigen progress. En als je er dus op die manier dieper over nadenkt, dan is dat ook heel logisch. Waarom dat nofap en dus zijn voordelen kan hebben, en waarom dat te veel fappen en te veel porno kijken desastreus kan zijn. Dus voilà, mannen, dat is mijn take erop. Ja, probeer het. Voordat jullie met bepaalde meningen afkomen, probeer het eens. Ja. Jullie zullen wel iets wat bevinden. En, zeker. Deel die bevindingen. Als je er dus meer over wilt weten, deze mannen hebben dat eigenlijk goed uitgelegd. Het is hard times create strong men. En think and grow rich van Napoleon Hill. En ik blijf het zeggen, gasten, dat boek is geschreven in fucking 1930. En dat is een samenvatting van van 500 interviews van op dat moment de meest succesvolle mensen. En die, dus het gros, dat wil zeggen dat 80% van die mensen dat ondervinden. Dat 80% van de succesvolle mannen op dat moment al zich bewust waren van, wow, mijn seksuele energie, ik kan dat voor mij laten werken. Als ik daar niet alle dagen aan toegeef. Dus dat zou echt een fucking huge klik moeten zijn. Ja, en dat zijn mannen die hadden geen gsm, geen social media, ja. Die hadden niks. Hè. Die hebben gewoon gewerkt, gegrind, en het kwam al terug, dus. Yes. Ja, mannen, zeker het proberen waard. Naar mijn mening, ik denk dat het je leven op een positieve manier kan gaan transformeren. Ja. Voilà, we zijn nu ondertussen een kwartier bezig. Zoals jullie weten zijn we short on time. Dus we hebben misschien nog wel tijd voor één korte vraag. Fatfobic? Wat denkt u? Daar nog een take op, Jonas? Ja, oké. Fatfobic. Nu begeven we ons in troebelwater, hè. Ja. Er was een TikTok waar ik me zoiets heb over uitgesproken. Van, het hek zou van de dam zijn als ik zou zeggen, ja, ik vind dikke mensen onaantrekkelijk. En dan hebben mensen blijkbaar eruit verondersteld dat ik fatfobic ben. Ik ben niks fobiek. Ik vind in de eerste plaats mensen moeten doen wat ze zelf fucking willen. Maar dat gezegd zijnde, denk ik wel dat er een heel gevaarlijke trend bezig is met die overdreven, onvoorwaardelijke body positivity. Dat een beetje bij de haren is gekomen. Ze hebben voor zoveel dingen tegenwoordig een term om als excuus te gebruiken. Voilà, dat is het inderdaad. Hè. Het wordt als excuus gebruikt om zwak, dik en ronduit ongezond te gaan. Want, mensen begrijpen mij niet verkeerd. Ik vind totaal niet dat iedereen in shape moet zijn. Zoals ik zeg, je moet doen wat je wilt. Maar we zijn een punt aan het bereiken waarin dat je mensen ziet die dat zodanig veel overgewicht hebben en zich dan schalen achter het feit van body positivity, dat is niet oké. Want die mensen die zijn zodanig veel overgewicht, mannen, er is een brug dat te ver is. En dan niet omdat ik dat niet kan uitstaan, maar gewoon voor je eigen fucking gezondheid. Ik bedoel, overgewicht is een van de lead causes van overlijdens, van jonge overlijdens. Dat wordt zodanig onderschat. En dus die mensen, die laten het echt gewoon te ver komen. En dat is gewoon een supergevaarlijk internet. Om dan te gaan zeggen, we gaan dat wegsteken onder jou. Je moet onvoorwaardelijk van jezelf houden. Want ik vind, als je body positivity zou moeten gaan van bijvoorbeeld, ik word geboren met vier vingers of met een ledemat minder. Of met dat kleur ogen. Met handicap, of met dat kleur haar. Ja. En dan je eigen accepteren zoals dat je wilt. Maar als je zodanig veel overgewicht krijgt, dan vind ik niet dat je dat moet accepteren. Voor niemand niet. Want ook, volgens mij, dat is mijn mening, die mensen dat dan zeggen, maar ik ben gelukkig zoals ik ben. Kijk, ik ben zelf ook te dik geweest. 30 kilo overgewicht, ruim. Ik denk dat die full of shit zijn. Die voelen zich volgens mij niet goed in hun vel. Al is het niet alleen over hun uiterlijk, maar gewoon over hun gezondheid. Want ik weet hoe het... Snap je? Dan gaat er fucking twee trappen op en je zit kapot. Je bent altijd moe. Je bent altijd moe. Ik hou alleen maar dutjes doen. Ik heb geen goesting in fysieke activiteiten. Stel je voor, ik heb nu een dochter. Ik zou zwaar overgewicht hebben. Mijn dochter is best een actieve. Die wil altijd gewoon spelen. Nu kan ik dat. Maar als ik zoveel overgewicht heb, dan gaat dat niet. Dus ja, ben ik fatfobiek? Nee. Maar ik denk wel dat er echt een ongezonde trend bezig is met die mensen te laten schalen achter body positivity. Terwijl dat die gewoon letterlijk hun eigen leven
in het gedrang aan het brengen zijn. Je moet niet allemaal perfect in shape zijn, maar als we eerlijk zijn met onszelf, dan zijn er meer en meer mensen die dat line echt overschrijden en mega ongezond te dik zijn. En wel, ik vind dat deze eigenlijk heel goed op aansluit, maar je zou die in TikTok even moeten bekijken, dat ik je heb doorgestuurd. Ik zal het op de podcast monteren. Doe hem heel even open, bekijk hem eens. Sta in de DM's. DM's. Ah, hier. About my diet and accidentally ordered two cakes. I ate them both in one day. En dat zijn dan dingen wat als, je ziet het bereiken. Dat is dus in een voorbeeld van los over de lijn. Ik monteer het erop, jullie zullen het zien. Ja, ik denk dit soort dingen, dat is echt een probleem volgens mij, man. Want ook de jeugd is zo impressionable en die denken dan, maar het is oké. En volgens mij kiezen die dan niet omdat die dan oprecht gelukkig zijn. Maar die kiezen echt gewoon omdat die mentaal niet de kracht of niet de kennis hebben om het te veranderen. Want pas op, mensen, ik weet hoe fucking moeilijk het is, hè, om dat daar terug te keren. Geloof me, ik heb zelf ook een punt bereikt. Ja, want ik ben vroeger in shape geweest. Nee, eerst in de lagere school ben ik te dik geweest. Dan ben ik eigenlijk voor een hele lange tijd goed in shape geraakt. En dan, met mij op iets latere leeftijd, ik weet dat niet, man, in een slechte sleur terechtgekomen, heb ik overgewicht beginnen pakken en daar eigenlijk voor een super lange tijd in vastgezeten. Tot echt op een bepaald moment terug in shape proberen te komen. En ik wist hoe het allemaal moest. Hè. Ik was in shape geweest. Ik weet hoe ik met die diëten, ik weet hoe ik moet trainen. Ik was op een gegeven moment gedisciplineerd. Maar in zo'n slecht patroon verzeild geraakt, dat ik ook op een gegeven moment echt dacht van, fuck man, dit is het. Ik heb het echt niet meer. Ik raak er niet meer uit. En dan op een gegeven moment is er toch iets veranderd in mijn kop. Ik denk dat het de geboorte van mijn dochter moet geweest zijn, waarin ik terug de knoppen heb omgedraaid en naar een shit gewoon bijeen heb geraapt en het terug gedaan. Stap per stap, want dat is een proces met vallen en opstaan. Niet vergeten, je verandert niet van dag op dag. En ik denk dat dat gewoon een major struikelblok is voor die mensen. Dat die gewoon, die geloven niet in zichzelf. Die denken van, fuck, het is te moeilijk voor mij. En ik kan die suiker niet laten, ik kan die bocht niet laten. Maar dat is echt zonde, mensen. Dat is echt zonde, want geloof mij, ik heb om de twee kanten geweest. En je leven is gewoon beter als je fit en gezond bent. Je moet dat niet gelijk mazen, of super jacked, of super fit. Dat moet ook niet. Maar wel gewoon gezond, mensen. Dat je op een normale manier van het leven kunt genieten. Overlaatst was ik in Fantasialand. En we waren op zo'n rollercoaster geweest. En na mij kwamen twee mensen, om te zeggen, met zwaar overgewicht. Die gingen proberen te zitten in de kerken. En ze zijn hier komen uithalen omdat die te zwaar waren. Die beveiliging ging niet dicht genoeg. Zie, en dan gaan ze nog op social media liggen klagen dat ze er zijn uitgehaald. Hè, terwijl het eigenlijk hun eigen fout is. Hè? Waarschijnlijk. Maar ik bedoel gewoon vooral... Je kunt mij niet wijsmaken dat je dan op dat moment je goed voelt in jezelf. Tuurlijk. In je vel. Ik ben momenteel zelf niet in de shape dat ik wil zijn. En ik wil eraan werken. En ik ben daar eerlijk in. Oké, het is een beetje moeilijk met wat ik in het weekend doe. En tralala. Maar ik wil er ook aan werken. En ik besef dat ik niet in shape ben. Ik ga ook liggen doen. Want je ziet het verschil tussen ons. Hè, maar dus je moet eerlijk zijn tegen jezelf. Dat begint. Ja, ik denk echt dat dat een major factor is. Dat die mensen eigenlijk gewoon niet eerlijk zijn. En zich verschalen achter... Die een trend aan je bezig is dat je van jezelf moet houden en dat alles oké is. Maar ja, ik geloof dat oprecht niet. Ik geloof echt dat gewoon de easy way out kiezen is. En vooral gewoon omdat ze niet in zichzelf geloven. Omdat ze twijfelen aan zichzelf, dat ze denken dat ze dat niet kunnen. Maar dus zie, als er nu iemand ontkijken is die zichzelf zwaar overgewicht heeft en het roer wil omdraaien, als je dat diep van binnen voelt, fucking gaat er dan gewoon voor, man. En ik weet... Zie, het gaat super zwaar zijn, hè. En dat gaat met vallen en opstaan zijn. Maar fucking doe het, want het gaat het dubbel en dik waard zijn. Ja, pak het aan van iemand die dat ook zelf onder andere kant heeft geleefd. Ik voel me nu veel beter in mijn vel. Ik heb veel minder slaap nodig. Ik heb veel meer energie om leuke dingen te gaan doen. Dat is, man, je leeft één fucking keer. Verspilt je leven niet om iedere keer om die craving toegeven van gewoon een bom suiker in je lijf te slagen. Nee, man, dat is het leven niet. Dus... Er pakt u gewoon. Ja. Begint eraan. Pak. En weet, met vallen en opstaan. Je gaat fouten maken. Je gaat het terug even verliezen.
Maar zie gewoon dat je op long-term progress blijft maken. Je fucking kunt het. Ook al denkt er nu van niet dat je het niet kunt. Ik zweer het echt. Ik zat ook echt op dat punt van fuck, maat, dit is het. Dit is mijn leven nu. Ik kan het gewoon niet meer. Iedere fucking keer dat ik terug herviel omdat dat junkfood eten en doen. Maar kijk, ik heb het ook gered. Me vallen en opstaan met doorzettingsvermogen. Omring je met de juiste mensen. Zoek motivatie op. Begin eraan. Zet kleine stapjes in doelen en ga daar achterna. En als je niet weet hoe, er is letterlijk van bijna alles op zijn kanaal, korte video's, waar alles stap per stap uitgelegd is. Niet genoeg budget voor het eten, bullshit. Ja. Dus oefeningen. Inderdaad, we zijn volop bezig met veel content te maken om jullie daarin te helpen in die reis. En ja, als je specifieke vragen daarover hebt, of je hebt een eigenaardige situatie, of weet ik veel wat, en je wilt wat advies, mail je vraag in naar info@airnice.eu of stuur ons een DM, of weet ik veel wat. Zeker deze soort situaties, als je oprecht bent voor je leven te willen beteren, dan wil ik je echt oprecht helpen. Want ik weet hoe zwaarder het is en ik weet hoeveel beter het je leven kan zijn. Ja. Maar we gaan bijna moeten afronden. Yes, we gaan bijna afronden. De timing is... Yes. Voilà, mensen. Ik hoop dat deze behulpzaam was. We zien jullie een volgende keer. Ja. Peace out.